krachtig, sportief en vooral heel comfortabel. De Suzuki GSX S1000 GT. En die GT die zegt dan een beetje wat we gaan doen vandaag. Het staat voor Grand Tourer. Ofwel lange stukken rijden, vol met comfort. Mijn naam is Fred Lammers en je kijkt naar Suzuki Rideout. De Suzuki GSX S1000 GT, kort samengevat. Ben jij op zoek naar een motorfiets waar je alles uit kan halen wat erin zit? Ofwel top performance, maar ondertussen heel comfortabel kunnen rijden en dat die echt geschikt is voor lange afstandritten, dan is dit helemaal jouw motorfiets. En hij ziet er ook indrukwekkend uit, helemaal passend bij de eigenschappen. Dus comfortabel, maar ondertussen ook een agressieve look. En hij zit ook nog eens vol met slimme assistentiesystemen. Wellicht als jij zo'n motorfiets ziet, dat je denkt van hey, dat is voor een bepaalde leeftijd. Maar ik kan me juist heel goed voorstellen dat je hiervoor kiest. Want het is altijd een feest om op te rijden en lekker praktisch. We hebben het over een motorfiets en dan is het belangrijkste de motor. En dat is in dit geval een 999cc 4 in lijn. En dat houdt in dat er 4 cilinders in één lijn naast elkaar staan. En als je andere Suzuki Rideout afleveringen hebt gezien, dan zou je het motorblok kunnen herkennen van de GSX S1000. En die twee zijn identiek aan elkaar. En die zijn gebaseerd op de GSX R1000. Ofwel een hele sportieve en krachtige motor. Maar dan verder verbeterd, waardoor die helemaal past bij de GT. En wat hebben ze dan verbeterd? Nou, de knock-as, het ride-by-wire systeem. Dus dan heb je een elektronische gasklep, waardoor je een directere gasrespons hebt. En bij de GT heb je ook een 4-2-1 uitlaat. En dat houdt in dat je van de 4 in lijn naar een 2-pijp gaat, naar uiteindelijk een 1-pijp. En de vorm van de uitlaat die heeft invloed op hoe de motor rijdt. Dus in dit geval heb je meer koppel in het lage en midden toerengebied. En dat niet alleen, je hebt ook een Euro 5 emissienorm. Ofwel, als je alles hoort over de motor, dan weet je dat je te maken hebt met een serieus snelle motorfiets. Maar het gaat verder, want je hebt ook mooie systemen zoals cruise control, clutch assist, een quick shifter. Maar daarover gaan we je later meer vertellen. We gaan nu eerst lekker rijden met de GSX S1000 GT. De motorspecificaties, aldus de fabriek. Dat is 152 pk bij 11.000 toeren. Maar nu heb ik een vriend en die heeft ook deze motorfiets en die vond het leuk om hem een keer op de rollenbank te zetten. Wat je dan ziet is dat hij meer vermogen heeft dan dat je verwacht, namelijk 160 pk. En dit past heel erg bij de stijl van Japanners. Eigenlijk op papier iets minder zeggen dan dat het daadwerkelijk is. Voor jou een groot voordeel. Het koppel is 106 Nm bij 9250 toeren. Dus dat is veel koppel en dat zit vooral onderin. En dat is heerlijk bij je toeren, want je bent altijd weg als je dat wil. Als je zo de eerste meters maakt met de GSX S1000 GT, dan hoor je ook waar die vandaan komt. Namelijk van de GSX R en de GSX S. Want het geluid komt vanuit de inlaat, dus jij zelf hebt echt een super gaaf geluid. En van buiten hoor je minimaal iets. Het eerste wat opvalt als we zo'n stukje rijden met de GSX S1000 GT, dat die gemaakt is om te toeren. Je zit heerlijk comfortabel, je kan relaxed de bochten door, voldoende koppel om weer lekker weg te komen, echt heel ontspannen. Maar ondertussen ervaar je ook dat die afgeleid is qua rijwielgedeelte van de GSX R. En dat ervaar je op het moment dat je het gas vol opentrekt. Dan is die echt onwijs snel en kan je alles eruit halen wat je eruit wil halen en echt een gigantische kick beleven. Maar je merkt ook dat dit motorblok verbeterd is en dat die daardoor heel goed past bij de GT, want je kan het gas zo doseren dat je zowel comfortabel als supersportief kan rijden. Afhankelijk van hoe je wil rijden, kan je daar ook de juiste rijstand bij kiezen. En je hebt er 3. Active, Basic en Comfort. En bij elke is altijd het maximale vermogen beschikbaar. Alleen het verschil is de wijze waarop het koppelkrommen en het vermogen krommen gaat. Dat heeft dus invloed op basis van welke rijstand je kiest. Om ze toe te lichten, Active, maximaal sportief, alles eruit halen wat erin zit. Basic, minder nerveus en vooral prettig voor de snelweg. Dus lekker relaxed, constant rijden. Comfort, de naam zegt het al, vooral voor het relaxte toeren en zo ontspannen mogelijk rijden. Als je zo aan het sturen bent met de GSX S1000 GT, dan ervaar je dat die heel mooi in balans is. Met sportieve eigenschappen en comfortabele. Als we kijken naar de specificaties van het motorblok, hoef ik het sportieve niet uit te leggen. Hij heeft gewoon onwijs veel vermogen en je kan er echt gigantisch hard mee rijden.
Maar ondertussen straalt hij ook comfort uit. En dat is het ook. Met een kuipruitje die ervoor zorgt dat je niet vol in de wind zit. Helemaal op de snelweg is dat prettig. Een stuur die net wat hoger zit, waardoor je zitpositie automatisch wat meer rechtop is. Een zadel die heel zacht is, waardoor je op lange afstanden geen last krijgt van je bips. Maar ook vering die ervoor zorgt dat je comfortabel kan rijden, maar ook heel sportief. Je bent voorzien van een heel rijk uitgerust TFT-scherm. En die zie je voor je. En dat is een digitaal scherm waarbij je een traditionele toerenteller ziet en je essentiële rijinformatie. Maar ook in welke rijmodus je zit, wat aanstaat en uit. En er zitten nog veel meer functies op. En die kan je ook heel makkelijk bedienen middels de knoppen hier. En die zijn zo gemaakt dat je ook met handschoenen aan heel eenvoudig door het menu heen kan. En dit scherm is voorzien van nog veel meer functies, maar daarover later meer. Ook tijdens het rijden ben je voorzien van allemaal prettige systemen. Denk aan dat je koppeling lekker licht is voor zo'n groot formaat motor. En dat die ook een beetje helpt op het moment dat je er net naast zit. Dan corrigeert hij iets waardoor je toch nog soepel kan schakelen. En je hebt sowieso een quickshifter. Dus dat houdt in dat als je snel wil rijden en je geeft gewoon vol gas en je wil schakelen, dan hoef je dus niet gas terug te geven en te koppelen. Maar kan je gewoon gas geven en schakelen. En dat zorgt ervoor dat je supersnel vooruit kan, maar ook heel relaxed kan rijden zonder dat je de hele tijd je koppeling hoeft te gebruiken. Dat is de quickshifter. En je bent ook voorzien van goede remmen. Aan de voorzijde twee remschijven met klauwen van Brembo. Dus je staat in no time weer stil. Wat feitelijke cijfers die goed zijn om te weten. De inhoud van de tank is 19 liter en daarmee heb je een actieradius van 300 km. Ofwel genoeg om te gaan toeren. Het rijklaargewicht is 226 kilo. Maar let op, dat is met volle tank. En daarmee is die de lichtste in zijn klasse. En dat is een groot voordeel, want daarmee kan je dus zo vlijmscherp sturen. De zithoogte van de motor is 810 mm. Nou, kort samengevat, je komt gewoon prettig bij de grond met je voeten. De grondspeling is 140 mm, ofwel de ideale mate voor een tourmotor. Als we naar het design kijken van de GSX S1000 GT, zien we dat ze efficiëntie en een gave look gecombineerd hebben. En dat zie je eigenlijk in alles. Als we bijvoorbeeld kijken naar het kuipruitje, zien we dat hij net op zo'n hoogte zit dat het comfortabel rijden is. Maar dat hij ook zweeft, waardoor het niet ten koste gaat van de sportieve lijnen op de motorfiets. Of de spiegels. Aerodynamisch vormgegeven, maar bewust meer naar buiten, waardoor je eenvoudig achter je kan kijken. Koplampen, dat zijn twee aparte. Dit is je dagrijverlichting gecombineerd met deze LED's. En dit is je grootlicht. En dan heb je ook nog knipperlicht. En die zit hier aan de zijkant en daar aan de zijkant. Verder ben je voorzien van een KYB voorvork. Die je zelf harder en zachter kan zetten. Waardoor je minder hard of zachter dempt. Dus op die manier kan je hem ook aanpassen op jouw rijstijl. En als we verder naar beneden gaan, dan zien we een Brembo remsysteem. Wat er ook gewoon heel dik uitziet. En sportieve velgen. Als we de motorfiets vanaf de zijkant bekijken, zien we dat aerodynamica belangrijk is. Want de kappen zijn zo vormgegeven dat de luchtstromen er optimaal doorheen kunnen. En er zitten elementen op die zorgen ervoor dat je genoeg downforce hebt. En met de snelheid die je haalt met deze motor heb je dat ook absoluut nodig. Wat ook opvalt is dat je een 19 liter tank hebt met 300 km actieradius, wat meer dan zat is. Maar dat de grootte van de tank qua design heel erg meevalt. En dat komt omdat ze de tank heel erg door hebben laten lopen in de voorkuip. Nou, wat we ook zien is dat je motor goed zichtbaar is. En daarmee laat je echt zien met wat voor inhoud je te maken hebt. Een serieuze motorfiets. En tot slot aan de zijkant zie je dat de lijnen zo in elkaar doorlopen dat het allemaal één mooi geheel vormt. En in dit geval hebben we praktische koffers erop. En die sluiten ook helemaal aan bij het design van de motorfiets. Als we de achterkant van de motorfiets bekijken, zien we hier twee hendels zitten. En die hebben meerdere functies. Namelijk, als jij even achteruit wil, dan kan je hem heel makkelijk hier aan vasthouden. En dat zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld heel makkelijk achteruit kan parkeren. Of, als jij je partner achterop hebt, ja, dan wil je natuurlijk vooral dat die je lekker vasthoudt. Maar is het iemand anders, waarbij je dat liever niet hebt, dan kan die zich ook hier heel erg goed aan vasthouden. Dus mooie dubbele functie. Je bent voorzien van een LED achterlicht en van Dunlop Sportmax Roadsport 2 banden. En alles zo samen zegt eigenlijk alles over de motorfiets. Hij is bedoeld om helemaal naar Zuid-Frankrijk te rijden en dan ook uitgerust aan te komen en vervolgens alle mooie slingerwegen vol gas te kunnen nemen.
Nou, zoals je al gehoord hebt, is er een hele hoop te vertellen over de GSX S1000 GT. Maar we hebben zeker nog niet alles verteld. En om het op een bondige en leuke manier te vertellen, gaan we je 5 gave dingen vertellen die je moet weten over deze motorfiets. Nummer 1. In de basis is de GT al heel rijk uitgerust, maar je kan nog een stap verder gaan. Denk bijvoorbeeld aan handvatverwarming. Hiermee heb je verschillende standen en afhankelijk van hoe koud het is, kan je hem in de juiste stand zetten. En daarmee heb jij nooit meer koude handen. Nummer 2, dat is tractiecontrole. Die zorgt ervoor dat als jij grip verliest, dat de motor zo ingrijpt dat je weer grip pakt. En die kan je instellen. Die kan je uitzetten of in 5 standen. En hoe hoger de stand, hoe meer die ingrijpt. Dus je kan hem zo instellen zoals jij dat wil. Nummer 3 is het Suzuki Intelligent Rider System, ofwel Suzuki MySpin. Waarmee je bijvoorbeeld routes kan inladen en je telefoon mee kan opnemen als je met een draadloos systeem in je helm rijdt. Daardoor ben je extra veilig verbonden. Nummer 4 is cruise control. En op het moment dat je bijvoorbeeld 110 op de snelweg kan rijden en je wil een constante snelheid aanhouden, dan zet je die aan, dan houdt hij de snelheid vast. En dat zorgt ervoor dat je ook niet constant zo'n beweging hoeft te maken. En op lange termijn, bijvoorbeeld helemaal naar Zuid-Frankrijk, is dat heel relaxed. Want dat zorgt ervoor dat je nog relaxter kan zitten, dus ontspannender aankomt. Nummer 5. Versterk je GT-beleving met zijkoffers. Zo kan je alles meenemen wat je maar wil en je horizon verbreden. En de strakke look, die blijft behouden. Ofwel, ben jij op zoek naar een motorfiets waarbij je alles kan verwachten wat betreft sportiviteit, maar mag het niet ten koste gaan van het comfort, dan is de Suzuki GSX S1000 GT helemaal jouw motorfiets. Maar zoek je nou andere eigenschappen in een fiets? Bekijk dan eens een andere aflevering van Suzuki Rideout. Zo kan jij ontdekken welke Suzuki bij jou past. En wil je nou altijd op de hoogte blijven van alle soorten modellen? Abonneer dan vooral even op dit kanaal. En vind je dit nou een hele gave fiets en een leuke manier om zo je informatie van je nieuwe motorfiets te krijgen? Like dan vooral de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.